Hallo allemaal, ik ben Shen Yuan. Op dit moment verlangen alle gelovigen naar de komst van de Heer Jezus op een wolk. Want rampen worden ernstiger, allerlei plagen escaleren en er dreigen hongersnood en oorlog. Gelovigen denken dat de Heer elk moment kan terugkeren. En omdat ze niet weten wanneer hij plotseling zal neerdalen op een wolk, kijken en bidden ze dag en nacht, wachtend op zijn komst. De rampen zijn echter al begonnen met neerdalen. Maar tot dusver hebben ze de Heer niet zien verschijnen op een wolk. Veel mensen zijn in de war en vragen zich af, waarom is de Heer nog niet gekomen? Spreekt hij zonder integriteit? Absoluut niet. De Heer is trouw en de woorden van de Heer zullen nooit tot niets leiden. Toen niemand het verwachtte, was de Heer al geïncarneerd als de mensenzoon en in het geheim neergedaald. En veel mensen hebben hem lang geleden verwelkomd. Nadat ze vele jaren hadden gezocht naar de voetafdrukken van het werk van de Heilige Geest, ontdekten ze dat de mensenzoon sprak en veel waarheden uitdrukte. Hoe meer ze deze woorden lazen, hoe meer ze voelden dat het de stem van de Heilige Geest was, de stem van God. En tenslotte ontdekten ze dat deze mensenzoon die waarheden uitdrukte de teruggekeerde Heer Jezus was. Hij was de geïncarneerde, almachtige God. Ze jubelden allemaal in extase. De Heer Jezus is teruggekeerd. We hebben eindelijk de Heer verwelkomd. Gods uitverkorenen verspreidden het nieuws en getuigden dat almachtige God de waarheid uitdrukte, verscheen en werkte. Veel mensen van alle denominaties die de waarheid lief hadden en verlangden naar Gods verschijning, lazen almachtige Gods woorden en zagen in dat het Gods stem was, kwamen stuk voor Gods troon en woonden het bruiloftsmaal van het Lam bij. Hiermee werden de profetieën van de Heer Jezus vervuld. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Almachtige Gods verschijning en werk vervulde ook volledig de profetieën van de Heer Jezus. Ik kom snel, de komst van de mensenzoon komt, en zo zal de mensenzoon zijn op zijn dag. Dit bewees dat God trouw is. En al zijn woorden en profetieën zouden worden vervuld. Zoals de Heer Jezus zei, hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. En zoals Almachtige God zei, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar er zal geen letter of pennenstreek van wat ik zeg verloren gaan. Onze Redder Jezus is al teruggekeerd en hij is Almachtige God. Hij heeft veel waarheden uitgedrukt en doet het oordeelswerk in de laatste dagen en heeft lang geleden een groep overwinnaars gevormd. Almachtige God heeft Satan verslagen en alle glorie verworven. En daarmee zijn de grote rampen begonnen. We kunnen zien dat Gods werk allemaal nauw verbonden is. Almachtige God drukt zoveel waarheden uit en schudt de hele religieuze wereld en de hele wereld zelf op. Maar veel religieuze mensen kijken nog steeds naar de lucht en wachten tot de Redder Jezus op de wolken komt. Ze zijn allemaal in de rampspoed terechtgekomen, weten nog steeds niet wat er gebeurt en kunnen alleen dwaze maagden worden genoemd. Er zijn veel dwaze en onwetende mensen die worden misleid door antichristelijke krachten in de religieuze wereld en nog steeds almachtige Gods verschijning en werk veroordelen en verwerpen. Ze weten heel goed dat zijn woorden de waarheid zijn, maar aanvaarden ze niet. Ze houden nog steeds vast aan Bijbelse woorden dat de Heer op de wolken komt, zonder de ware weg te onderzoeken. Laat staan te proberen Gods stem te horen. Daardoor zijn ze weeklagend, jammerend en knarsetandend in de rampspoed gestort. Dit is ontzettend triest. Sommigen zeggen misschien, waarom moeten we naar Gods stem luisteren om de Heer te verwelkomen? Vandaag zal ik wat vertellen over hoe ik deze kwestie zie. Laten we eerst duidelijk stellen
dat als de Heer echt uit de hemel zou terugkeren op een wolk en iedereen het zou zien, we niet naar zijn stem hoefden te luisteren, maar konden afgaan op onze ogen. Maar omdat de Heer terugkeert in het vlees als de mensenzoon, is hij uiterlijk een gewoon mens, zonder het beeld van God en totaal niet bovenmenselijk. Mensen zijn sterfelijke wezens die de geest van God niet kunnen zien. We kunnen alleen de fysieke verschijning van de Zoon des Mensen zien. Dus er is geen andere manier om de mensenzoon in het vlees te herkennen dan door te luisteren naar zijn stem. Hij kan alleen worden geïdentificeerd door zijn uitspraken. Daarom zei de Heer Jezus: mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Zoals we weten, werd God 2000 jaar geleden vlees als de Heer Jezus om de mensheid te verlossen. Hij leefde binnen normale menselijkheid en at, kleedde zich, sliep en reisde net als gewone mensen. Niemand wist dat de Heer Jezus de geïncarneerde God was. Zelfs zijn familie niet. En zelfs de Heer Jezus zelf wist niet dat hij de geïncarneerde God was. Hij predikte overal het evangelie van het hemelse koninkrijk en drukte veel waarheden uit. Hij leerde mensen hun zonden te belijden, berouw te hebben, tolerant te zijn, anderen 70 keer 7 keer te vergeven, het kruis te dragen en hem te volgen. Hij zei mensen God lief te hebben met heel hun hart, ziel en geest en anderen lief te hebben zoals zichzelf. Hij openbaarde ook de mysteries van het hemelse koninkrijk, vertelde wie het koninkrijk kan binnengaan enzovoort. Deze waarheden waren de weg van berouw uitgedrukt door God voor de verlossing van de mens en waren nog nooit door mensen gehoord of gezien. Veel mensen die de Heer Jezus volgden, deden dat omdat ze hoorden hoe gezaghebbend en krachtig de woorden van de Heer Jezus waren, dingen die geen geschapen wezen kon uitdrukken. Ze herkenden de stem van God en volgden de Heer. Dit waren Gods schapen die zijn stem hoorden en de Heer verwelkomden. Maar hoewel ook zij het gezag en de kracht van de woorden van de Heer erkenden, werd de Heer Jezus door de hoofdpriesters, schriftgeleerden en fariseeën ontkend en verworpen en veroordeelden ze hem zelfs en zeiden dat hij blasfemie sprak. En dat alleen maar omdat de Heer Jezus op een gewone en normale mensenzoon leek, zonder vooraanstaande familie of hoge status en macht. En omdat zijn woorden niet in de schrift stonden en zijn naam niet Messias was, wat niet overeenkwam met de profetieën die in de schrift beschreven stonden. Uiteindelijk lieten ze hem kruisigen en werden ze gestraft en vervloekt door God. Dus we zien hoe essentieel het is om naar de stem van God te luisteren om de Heer te verwelkomen. Als we niet naar Gods stem luisteren, maar naar het uiterlijk van de mensenzoon kijken, zullen we nooit zien dat hij God is. Dan zullen we de Heer veroordelen en verwerpen op grond van onze noties. In de laatste dagen is God opnieuw vlees geworden als mensenzoon om te verschijnen en te werken. Als we de Heer willen verwelkomen, moeten we luisteren naar Gods stem om te horen of dit Gods woorden zijn, of het de waarheid is, of het komt van de Heilige Geest. We moeten onze vaststelling hierop baseren. Alleen als we Christus, de manifestatie van God, kunnen herkennen en alleen door Gods stem te horen, kunnen we de Heer verwelkomen. Zoals Almachtige God zegt: het is voor ons gepast, aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar zijn uitspraken. Want waar er ook maar nieuwe woorden worden gesproken door God, is er de stem van God. En waar de voetstappen van God ook maar zijn, daar zijn Gods daden. Waar er ook maar de uitdrukking van God is, daar verschijnt God. En overal waar God verschijnt, daar bestaan de waarheid, de weg en het leven. Bij het zoeken naar de voetafdrukken van God hebben jullie de woorden God is de waarheid, de weg en het leven genegeerd. En zo zijn er veel mensen die, zelfs wanneer ze de waarheid ontvangen, niet geloven dat ze de voetafdrukken van God hebben gevonden. De verschijning van God erkennen ze al helemaal niet. Wat een ernstige vergissing. Hij die de vleesgeworden God is, zal de essentie van God bezitten. En hij die de vleesgeworden God is, zal de uitdrukking van God bezitten. Omdat God vlees wordt,
zal hij het werk voortbrengen dat hij beoogt te doen. En omdat God vlees wordt, zal hij uitdrukken wat hij is en zal hij in staat zijn de waarheid naar de mens te brengen, hem leven te schenken en hem de weg te wijzen. Vlees dat de essentie van God niet heeft, is beslist niet de vlees geworden God. Dat leidt geen twijfel. Als de mens wil nagaan of dit het geïncarneerde vlees van God is, moet hij dit bevestigen aan de hand van de gezindheid die hij uitdrukt en de woorden die hij spreekt. Dat wil zeggen, om te bevestigen of dit al dan niet het geïncarneerde vlees van God is en of dit al dan niet de ware weg is, moet men onderscheid maken op basis van zijn essentie. Bij het vaststellen of dit het geïncarneerde vlees van God is, ligt de sleutel daarom bij zijn essentie, zijn werk, zijn uitspraken, zijn gezindheid en veel andere aspecten, niet bij de uiterlijke verschijning. Als de mens alleen zijn uiterlijke verschijning inspecteert en als gevolg daarvan zijn essentie over het hoofd ziet, toont dat aan dat de mens onverlicht en onwetend is. Deze keer komt God niet in een spiritueel lichaam werken, maar in een heel gewoon lichaam. Bovendien is het niet alleen het lichaam van Gods tweede incarnatie, het is ook het lichaam waardoor God terugkeert in het vlees. Het is een heel gewoon vlees. Je kunt niet zien waarin hij zich onderscheidt van anderen, maar je kunt voorheen ongehoorde waarheden van hem verkrijgen. Dit onbeduidende vlees is datgene dat alle woorden van waarheid van God belichaamt, Gods werk in de laatste dagen op zich neemt en Gods volledige gezindheid uitdrukt, zodat de mens die kan begrijpen. Wens je niet vurig om de God in de hemel te aanschouwen? Wens je niet vurig om de God in de hemel te begrijpen? Wens je niet vurig om de bestemming van de mensheid te zien? Hij zal je al deze geheimen vertellen. Geheimen die niemand je ooit heeft kunnen vertellen. En hij zal je ook alle waarheden vertellen die je niet begrijpt. Hij is je poort naar het koninkrijk en je gids naar het nieuwe tijdperk. Dit zo gewone vlees draagt vele ondoorgrondelijke mysteries met zich mee. Misschien zijn zijn daden voor jou ondoorgrondelijk, maar het volledige doel van zijn werk dat hij verricht volstaat om je te laten inzien dat hij niet, zoals mensen geloven, een eenvoudig vlees is. Want hij vertegenwoordigt Gods wil en de zorg waarmee God de mens gedurende de laatste dagen omringt. Hoewel je zijn woorden, die hemel en aarde lijken te laten schudden, niet kunt horen, hoewel je zijn ogen niet als een vlam kunt zien en hoewel je de discipline van zijn ijzeren roede niet kunt ontvangen, kun je niettemin in zijn woorden horen dat God vertoornd is en door zijn woorden weten dat God de mens barmhartigheid toont. Je kunt de rechtvaardige gezindheid en wijsheid van God zien en bovendien Gods bekommernis met de hele mensheid beseffen. Almachtige Gods woorden laten zien hoe we Gods verschijning moeten zoeken en Gods incarnatie moeten herkennen. Het is volkomen duidelijk. Christus is de weg, de waarheid en het leven. De goddelijkheid van Christus wordt vooral geopenbaard door de waarheid en Gods stem uit te drukken. Dus hoe gewoon en normaal Christus' verschijning ook is, als hij de waarheid, Gods gezindheid en wat hij heeft en is kan uitdrukken, dan is hij de manifestatie van God. Hoe gewoon en normaal Christus' menselijkheid ook mag zijn, als hij de waarheid en de stem van God kan uitdrukken, dan is hij iemand met een goddelijke essentie. Dan is hij de geïncarneerde God. Daar is geen twijfel over mogelijk. Sinds Almachtige God verscheen en begon te werken, hebben veel mensen van alle denominaties die de waarheid liefhebben, Almachtige Gods woorden gelezen en ontdekt dat zijn woorden de waarheid zijn en afkomstig zijn van de Heilige Geest en de stem van God. Zo hebben ze bevestigd dat Almachtige God de verschijning van God is. Hij is de geïncarneerde God, de teruggekeerde Heer Jezus. Alle uitverkorenen van God kunnen dit bevestigen. De geïncarneerde Almachtige God leeft onder mensen. Eet, leeft en gaat om met anderen. Drukt de waarheid uit, begiet, voedt en leidt Gods uitverkorenen altijd en overal. We hebben gezien dat het ene na het andere hoofdstuk van Gods woorden is uitgedrukt. En ze zijn nu gebundeld in boeken met Gods woorden zoals Het Woord verschijnt in het vlees, met in totaal miljoenen woorden.
Almachtige God heeft alle mysteries van Gods 6000-jarige managementwerk geopenbaard. Zoals Gods doelen bij het managen van de mensheid, hoe Satan de mensheid heeft verdorven, hoe God stap voor stap heeft gewerkt om haar te redden, de mysteries van de incarnaties, het verhaal achter de Bijbel, hoe Gods oordeelswerk in de laatste dagen de mensheid zuivert en redt, hoe God mensen scheidt naar hun soort, goed beloont en kwaad straft om het tijdperk te beëindigen, hoe Christus koninkrijk wordt verwezenlijkt op aarde, enzovoort. Almachtige God oordeelt en openbaart ook de anti-God-essentie van de mensheid en de waarheid van haar verdorvenheid. Hij biedt mensen een weg om zich te bevrijden van hun verdorven gezindheid en redding te ontvangen. Hij vertelt mensen ook hoe ze een goede relatie met God moeten beginnen, hoe ze moeten praktiseren om een eerlijk mens te zijn, hoe ze God trouw moeten zijn, hoe ze Gods weg moeten volgen om God te vrezen en kwaad te mijden, hoe ze gehoorzaamheid en liefde voor God moeten bereiken en meer. Al deze waarheden zijn de waarheden die nodig zijn om vrijheid van zonde en redding door God in hun geloof te bereiken. Al deze door Almachtige God uitgedrukte waarheden vervullen deze profetie van de Heer Jezus. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Hoe meer we Almachtige Gods woorden lezen, hoe opgewekter ons hart wordt en ze veroveren ons helemaal. Als we zien hoe Gods rechtvaardigheid, heiligheid, majesteit en toorn worden geopenbaard door zijn oordeelswoorden en Gods onbeledigbare gezindheid ervaren, bevestigen we dat Almachtige Gods woorden de waarheid en de stem van God zijn, dat ze de woorden van de Heilige Geest aan de kerken zijn. Denk er eens over na. Wie kan er behalve God de mysteries van Gods werk openbaren? Wie kan Gods gezindheid en alles wat hij heeft en is uitdrukken? Wie kan behalve God het verdorven wezen van de mensheid oordelen en blootleggen? Wie kan de mensheid redden van zonde? Het lijdt geen twijfel dat alleen God de waarheid kan uitdrukken. En alleen God de mensheid kan reinigen van verdorvenheid en kan redden van zonde en de macht van Satan. Almachtige God mag er dan uitzien als een gewone en normale mensenzoon. Maar aan zijn woorden en werk kunnen we zien dat hij niet alleen normale menselijkheid, maar ook een goddelijke essentie bezit. De Geest van God huist in hem. En zijn woorden zijn directe uitdrukkingen van Gods geest. Almachtige God is de weg, de waarheid en het leven. Hij is de geïncarneerde God en de teruggekeerde Heer Jezus. Zoals Almachtige God zegt: God gaat verder met zijn uitspraken. En met behulp van verschillende methoden en perspectieven om ons te vermanen wat te doen. En tegelijkertijd zijn hart een stem te geven. Zijn woorden dragen levenskracht en laten ons het pad zien dat we moeten lopen en stellen ons in staat te begrijpen wat de waarheid is. We beginnen aangetrokken te worden door zijn woorden. We beginnen ons te concentreren op de toon en manier van zijn spreken en beginnen onbewust een interesse in de diepste gevoelens van deze onopvallende persoon te krijgen. Niemand anders dan hij kan al onze gedachten kennen of zo'n helder en volledig begrip van onze aard en substantie hebben, of de opstandigheid en verdorvenheid van de mensheid beoordelen, of tot ons spreken en aan ons werken in naam van God in de hemel. Niemand behalve Hij is begiftigd met het gezag, de wijsheid en de waardigheid van God. De gezindheid van God en wat God heeft en is, worden in hun geheel in Hem naar voren gebracht. Niemand anders dan Hij kan ons de weg wijzen en ons licht brengen. Niemand anders dan Hij kan de mysteries onthullen die God niet heeft geopenbaard sinds de schepping tot nu toe. Niemand anders dan Hij kan ons redden van Satans slavernij en onze eigen verdorven gezindheid. Hij vertegenwoordigt God. Hij drukt het binnenste van Gods hart uit, de vermaningen van God en Gods woorden van oordeel voor de hele mensheid. Hij is een nieuw tijdvak begonnen, een nieuw tijdperk, en heeft een nieuwe hemel en aarde binnengeleid en nieuw werk.
En hij heeft ons hoop gebracht en een einde gemaakt aan het leven dat we leiden in onduidelijkheid. En heeft ons hele wezen in staat gesteld om het pad naar redding in volle klaarheid te aanschouwen. Hij heeft ons hele wezen overwonnen en ons hart gewonnen. Vanaf dat moment zijn onze geesten bewust geworden en lijken onze zielen opnieuw te worden gerevitaliseerd. Deze gewone, onbeduidende persoon die onder ons leeft en lange tijd door ons is verworpen. Is dit niet de Heer Jezus, die voor altijd in onze gedachten is, wakend en dromend, en naar wie we dag en nacht verlangen? Het is Hij. Hij is het echt. Hij is onze God. Hij is de waarheid, de weg en het leven. Je zou nu meer duidelijkheid moeten hebben waarom we moeten luisteren naar Gods stem om de Heer te verwelkomen. Eigenlijk is het niet moeilijk om naar Gods stem te luisteren. Gods schapen kunnen Gods stem horen. Zo heeft God beschikt. Het opleidingsniveau van mensen doet er niet toe. Hun bijbelkennis en de diepgang van hun ervaringen evenmin. Iedereen met een hart en geest die almachtige Gods woorden leest, kan voelen dat al Gods woorden de waarheid zijn, dat ze gezaghebbend en krachtig zijn en dat ze de stem van God zijn. Ze kunnen Gods liefde voor de mensheid en Gods rechtvaardige, majesteitelijke gezindheid die geen menselijke belediging duldt, voelen. Dat is de functie van spiritueel gevoel en intuïtie. Het is hetzelfde gevoel als wanneer we de woorden van de Heer Jezus lezen. Want de woorden van Almachtige God en die van de Heer Jezus zijn beide de uitdrukking van één geest. Ze komen uit dezelfde bron. Almachtige God en de Heer Jezus zijn één God. Laten we nog wat passages uit Almachtige Gods woorden lezen. Almachtige God zegt: door het hele universum heen ben ik mijn werk aan het verrichten. En in het oosten klinken donderslagen eindeloos voort, waardoor alle landen en denominaties schudden. Het is mijn stem die alle mensen naar het heden heeft geleid. Ik zorg ervoor dat alle mensen door mijn stem worden overwonnen, in deze stroom geraken en zich aan mij onderwerpen. Want ik heb sinds lange tijd mijn glorie van de hele aarde teruggevorderd en deze opnieuw in het oosten tevoorschijn laten komen. Wie verlangt er niet naar mijn glorie te zien? Wie kijkt niet reikhalzend uit naar mijn terugkeer? Wie dorst er niet naar dat ik opnieuw verschijn? Wie smacht niet naar mijn liefelijkheid? Wie zou niet naar het licht komen? Wie zou de rijkdom van Kanaan niet aanschouwen? Wie verlangt niet naar de terugkeer van de Verlosser? Wie aanbidt Hem die groot in kracht is niet? Mijn stem zal zich over de aarde verspreiden. Ik zal me tot mijn uitverkoren volk keren en meer woorden tegen hen spreken. Als machtige donderslagen die bergen en rivieren doen schudden, spreek ik mijn woorden tot het hele universum en tot de mensheid. Daarom zijn de woorden in mijn mond de schat van de mens geworden. En alle mensen koesteren mijn woorden. De bliksem flitst vanuit het oosten helemaal naar het westen. Mijn woorden zijn zodanig dat de mens ze niet op wil geven en ze tegelijkertijd onpeilbaar vindt, maar zich er des te meer in verheugt. Alle mensen zijn blij en vrolijk en vieren mijn komst, alsof er net een baby was geboren. Door mijn stem zal ik alle mensen voor mijn aangezicht brengen. Voortaan zal ik formeel het mensenras ingaan, zodat de mensen mij zullen aanbidden. Met de glorie die ik uitstraal en de woorden in mijn mond, zal ik ervoor zorgen dat alle mensen voor mijn aangezicht zullen komen en zullen zien dat de bliksem flitst vanuit het oosten en dat ik ook ben afgedaald naar de olijfberg van het oosten. Ze zullen zien dat ik al lang op aarde ben, niet meer als de zoon van de Joden, maar als de bliksem uit het oosten. Want ik ben lang geleden opgestaan en ben uit het midden van de mensheid vertrokken en ben toen wederom met glorie onder de mensen verschenen. Ik ben Hem die ontelbare eeuwen tevoren werd aanbeden. En ik ben ook het kind dat door de Israëlieten talloze eeuwen geleden in de steek is gelaten. Bovendien ben ik de glorieuze almachtige God van het huidige tijdperk. Laat allen voor mijn troon komen en mijn glorieuze gezicht zien, naar mijn stem luisteren en naar mijn daden zien. Dit is mijn totale wil.
Het is het einde en het hoogtepunt van mijn plan. Evenals het doel van mijn management. Dat elke natie mij aanbidt, elke tong mij erkent, elk mens zijn geloof in mij vestigt en alle mensen onderworpen zijn aan mij. Eens ben ik aangeduid met Jehovah. Ik ben ook de Messias genoemd. En de mensen noemden me Jezus de Redder, met liefde en respect. Tegenwoordig ben ik echter niet de Jehovah of Jezus die de mensen in het verleden hebben gekend. Ik ben de God die is teruggekeerd in de laatste dagen. De God die het tijdperk tot het einde zal voeren. Ik ben God zelf die oprijst vanaf het uiteinde der aarde, vervuld van mijn volledige gezindheid en vol gezag, eer en glorie. De mensen zijn nooit interactie met mij aangegaan, hebben mij nooit leren kennen en hebben mijn gezindheid nooit leren kennen. Vanaf de schepping van de wereld tot op de dag van vandaag heeft geen enkel mens mij ooit gezien. Dit is de God die in de laatste dagen aan de mens verschijnt, maar onder de mensen verborgen is. Hij houdt verblijf onder de mensen, waarachtig en echt, als de brandende zon en de laaiende vlam, vol kracht en vol gezag. Absoluut iedereen, absoluut alles zal worden geoordeeld door mijn woorden. En er is geen enkel mens of ding dat niet door het branden van het vuur zal worden gezuiverd. Uiteindelijk zullen alle naties worden gezegend vanwege mijn woorden en ook aan stukken worden geslagen vanwege mijn woorden. Zo zullen alle mensen in de laatste dagen zien dat ik de teruggekeerde redder ben en dat ik de almachtige God ben die de hele mensheid overwint. En allen zullen zien dat ik ooit het zondoffer voor de mens ben geweest, maar dat ik in de laatste dagen ook het vuur van de zon word dat alles verbrandt. En de zon van de rechtvaardigheid die alles openbaart. Dit is mijn werk van de laatste dagen. Ik heb deze naam aangenomen en ik bezit deze gezindheid, zodat alle mensen kunnen zien dat ik een rechtvaardige God ben, en de brandende zon en de laaiende vlam, en zodat alle mij, de enige ware God, kunnen aanbidden, en zodat ze mijn ware gezicht kunnen zien. Ik ben niet alleen de God van de Israëlieten en ik ben niet alleen de Verlosser. Ik ben de God van alle schepselen in de hemelen, op de aarde en in de zeeën. Als ik mijn gezicht naar het universum wend om te spreken, hoort de hele mensheid mijn stem en ziet vervolgens alle werken die ik heb volbracht in het hele universum. Zij die zich verzetten tegen mijn wil, dat wil zeggen, zij die zich met de daden van de mens tegen mij verzetten, zullen door mijn tuchtiging worden geveld. Ik neem de talrijke sterren in de hemel en vernieuw ze. En dankzij mij worden zon en maan vernieuwd. Het firmament zal niet meer zijn zoals het was en de talloze dingen op aarde zullen vernieuwd zijn. Door mijn woorden wordt alles voltooid. De vele naties in het universum zullen opnieuw worden ingedeeld en door mijn koninkrijk worden vervangen, zodat de naties op aarde voor altijd verdwijnen en alle één koninkrijk vormen dat mij aanbidt. Alle naties op aarde zullen vernietigd worden en houden op te bestaan. Van alle mensen in het universum zullen zij die aan de duivel toebehoren uitgeroeid worden. En allen die Satan aanbidden zullen verslagen worden door mijn brandend vuur. Dat wil zeggen, behalve zij die zich nu in de stroom bevinden. De anderen zullen in as veranderen. Als ik de vele volkeren tuchtig, zullen zij die in de religieuze wereld leven, in verschillende gradaties, tot mijn koninkrijk terugkeren, overwonnen door mijn werken, omdat zij de komst van de heiligen die op een witte wolk rijdt hebben aanschouwd. Alle mensen zullen worden ingedeeld naar hun eigen soort en zullen tuchtigingen ontvangen naar gelang hun daden. Allen die tegen mij stelling hebben genomen, zullen omkomen. Als de daden van mensen op aarde geen betrekking hebben gehad op mij, zullen deze mensen, gezien de manier waarop zij zich van hun taak hebben gekweten, blijven voortbestaan op aarde onder heerschappij van mijn zonen en mijn volk. Ik zal mijzelf aan de talloze volken en de talloze naties openbaren. En met mijn eigen stem zal ik over de aarde klinken om de voltooiing te verkondigen van mijn grote werk
zodat alle mensen het met hun eigen ogen kunnen aanschouwen. Elk woord van Almachtige God is krachtig en gezaghebbend en brengt het hart in beroering. Almachtige God spreekt tot de hele mensheid als de Schepper. Gods gezag en identiteit worden duidelijk gemanifesteerd door zijn woorden en hun klank en de positie die hij bekleedt. De gezindheid en wat hij heeft en is die worden uitgedrukt zijn Gods unieke kenmerken. Geen engel, geen geschapen wezen, geen satanische kwade geest kan dat ooit allemaal bezitten of bereiken. De woorden van Almachtige God openbaren volledig Gods unieke gezag en ze tonen Gods rechtvaardige en onbeledigbare gezindheid. We hebben allemaal gezien dat de woorden van Almachtige God de uitdrukkingen van Gods stem zijn. Almachtige Gods woorden in het woord verschijnt in het vlees en veel voorlezingen van Gods woorden zijn nu allemaal online te vinden. En steeds meer mensen uit alle landen en van alle denominaties onderzoeken en aanvaarden Almachtige God. Er zijn echter nog veel mensen in de religie die vasthouden aan de woorden van de Bijbel, die vasthouden aan hun notie dat de Heer neerdaalt op een wolk. Ze zien dat Almachtige God zoveel waarheden uitdrukt, maar toch luisteren ze niet naar Gods stem en onderzoeken deze niet. Ze volgen de antichristelijke krachten van de religieuze wereld en oordelen, belasteren en verwerpen Almachtige God. Het is alsof hun hart is verblind. Ze horen, maar weten niet. En zien, maar begrijpen niet. Zulke mensen zijn niet in staat om Gods stem te horen, waaruit blijkt dat ze niet Gods schapen zijn. Ze zijn het kaf dat wordt blootgelegd in Gods werk in de laatste dagen. De dwaze maagden die nu zijn verlaten en geëlimineerd door God en in de rampspoed zijn terechtgekomen. Het is moeilijk te zeggen of ze zullen leven of sterven. Als ze kunnen overleven, kunnen ze alleen wachten tot de Heer Jezus komt op een wolk en openlijk aan iedereen verschijnt na de rampen. Maar als ze tegen die tijd zien dat de Almachtige God die ze hebben verworpen en weerstaan, de teruggekeerde Heer Jezus is, zullen ze met stomheid zijn geslagen. Maar dan is het te laat voor spijt. Ze kunnen dan alleen nog maar huilen en knarsetanden. Hiermee wordt deze profetie van Openbaring vervuld. Hij komt te midden van de wolken en dan zal iedereen hem zien. Ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Laten we tot slot een passage uit Almachtige Gods woorden lezen. Waar God ook maar verschijnt, daar wordt de waarheid uitgedrukt en daar zal de stem van God zijn. Alleen zij die de waarheid kunnen aanvaarden, zullen de stem van God kunnen horen. En alleen zulke mensen zijn bevoegd om getuigen te zijn van de verschijning van God. Laat je opvattingen varen. Word stil en lees deze woorden aandachtig. Als je naar de waarheid smacht, zal God je verlichten en zul je zijn wil en zijn woorden begrijpen. Laat jullie meningen over het onmogelijke varen. Hoe meer er door mensen geloofd wordt dat iets onmogelijk is, hoe waarschijnlijker het zal gebeuren. Want de wijsheid van God torent boven de hemelen uit. Gods gedachten zijn hoger dan de gedachten van de mens. En het werk van God ontstijgt de grenzen van de gedachten en opvattingen van de mens. Hoe meer iets onmogelijk is, hoe meer er waarheid in zit die gezocht kan worden. Hoe meer iets de opvattingen en verbeelding van de mens te boven gaat, hoe meer het de wil van God bevat. Dat komt doordat, waar hij zich ook openbaart, God nog steeds God is en zijn substantie nooit zal veranderen door de plek of manier van zijn verschijning. Laat ons daarom Gods wil zoeken en zijn verschijning ontdekken in zijn uitspraken en zijn voetstappen bijhouden. God is de waarheid, de weg en het leven. Zijn woorden en zijn verschijning bestaan gelijktijdig. En zijn gezindheid en voetafdrukken staan te alle tijden open voor de mensheid. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Als je meer wil weten over de waarheid van Gods verschijning en werk in de laatste dagen, of als je vragen hebt, kun je hieronder een opmerking voor ons achterlaten. Tot de volgende keer.